De rivier de Vecht, ruim 200 jaar geleden. Een heel andere rivier dan nu. Veel grilliger, woester, natuurlijker en veel drukker. 130 sompen varen af en aan om Bentheimer zandsteen te vervoeren. Van Duitsland richting Zwolle. De Vecht was een belangrijke handelsrivier. In die tijd waren er nog geen stuwen. Dus de rivier had zijn eigen, die zocht zijn eigen weg. De beschoeiing was gewoon natuur. Snel ging het niet, een tochtje van Duitsland naar Zwolle. 6 dagen deden de schippers er vaak over. We staan hier bij het voormalige haven van Ommen, Burggraven noemen we dat. Heeft dienst gedaan tussen 1600 en 1900. En daar zo zien we nog 2 voormalige schipperswoningen. Daar wonen de beurtschippers die op de Somp vaarden. Het bruisde hier volop. Een van de Ommen kunstenaars heeft geprobeerd de haven van Ommen ook vast te leggen. In een van die straatjes zie je dan ook wat volgens zijn idee de Vecht of de haven van Ommen is geweest met de Vecht. Achtergrond, de molen, zo ongeveer moet het geweest zijn. Nee, het kwam wel eens voor dat de schippers ook moesten trekken. En zomers bij laag water, dan viel de rivier bijna droog. Zomerdag werd er vroeger bijna niet gevaren. We zien nu een brede Vecht van soms wel 50 meter. Vroeger was het de Vecht niet meer dan een brede sloot. Het was dan ook vaak dat men dammetjes moest leggen, het water erin moest laten lopen, dammetje weer doorsteken om zo weer verder te komen. Veel sporen zijn niet meer zichtbaar van het rijke handelsverleden, waar ruim 100 jaar geleden een eind aan kwam. Gek genoeg, juist toen men besloot de ontembare rivier te beteugelen door deze te kanaliseren. Door die kanalisatie werd het water veel sneller afgevoerd, maar er trad er ook weer verdroging op en zodoende zijn er later ook weer sluizen ingebouwd. Tussen Ommen en Gramsbergen kwamen geen sluizen. De Overijsselse Vecht werd daar vrijwel onbevaarbaar. Aan die situatie komt binnenkort een eind met de bouw van 2 sluizen. Kostte zeker 6 miljoen euro, gemeenschapsgeld. Alleen is de vraag, hoe bevaarbaar wordt de Vecht nu precies? Nou, als we nou kijken naar het geldende vaarbesluit, heb je natuurlijk met beperkte maten te maken. 1275 stroomopwaarts voorbij de brug, lengte en 50 centimeter diepgang. Dat is natuurlijk erg weinig om als jachtje die kant op te kunnen varen naar Junne. Ja, dat is categorie rubberboot, hè, zeg ik dan altijd maar. Want we hebben zelf een sloepje hier op de achtergrond liggen, ja, een kleine sloep, maar die heeft toch al gauw een centimeter of 80, 90 nodig. Nou, 50 centimeter kan ik direct zeggen is te weinig. Wij hebben bijvoorbeeld op het moment een aantal elektrische sloepen die we verhuren. Elektrische bootjes is heel mooi om mee te varen. Die hebben wel een diepgang, omdat ze natuurlijk relatief zwaar zijn. Het is voor ons straks onmogelijk om door de sluizen te varen, omdat die 50 centimeter, daar kom je overheen met zo'n mooie elektrische boot. Kijk, je moet echt denken in kanootjes, misschien een roeiboot. Een van de boten die net als vroeger de Vecht weer moet bevaren is de Somp. Er voer sinds vorig jaar al een Duitse Vechtsomp tussen Laar en Gramsbergen. Sinds afgelopen weekend is er ook een Nederlandse Vechtsomp bijgekomen. Ook hier zit een ton of 2 aan gemeenschapsgeld in. Blijkt straks nou ook dat de Vechtsomp niet over zijn eigen rivier mag varen. De sluizen zijn wel zodanig gebouwd dat iets dieper, meer dan een meter, door kan. Maar er is regel hier dat 50 centimeter, 60 centimeter, dat is nu het maximaal wat haalbaar is. Ja, maar je hebt verschillende partijen. Je hebt de natuurmensen, de groenen, zou ik maar zeggen. En je hebt de mensen die graag willen varen. De Vecht wordt weer bevaarbaar gemaakt. Aan de andere kant is juist het besluit genomen om de rivier natuurlijker te maken. Voor de waterveiligheid. In natte tijden vangt de rivier meer water op. En in droge tijden houdt de rivier juist meer water vast. Zoals het vroeger was. Hoor al die geluiden. Ik vind het ook een heel idyllisch gezicht. Dit is de Vecht bij Ohne in de buurt van het Duitse Bad Bentheim.
En ja, dit is hoe de Vecht er vroeger ook uitzag in Overijssel. Ook bij Ommen, waar die nu veel breder is. Smaller, veel ondieper. Ik denk zelfs dat je er op sommige plekken doorheen kunt waden hier bij Ohne. Dat is ook weer hoe het in de toekomst enigszins moet worden in Overijssel. Maar ja, als je dan van plan bent om er met je jacht doorheen te gaan varen, dat gaat niet lukken op deze manier. En nou ja, wij gaan voor de diepgang van 1,10 meter voor de bootjes. Dat is, hoe komen we daar zo bij? Ik denk gekke maat. De Nederlandse watersport is ingedeeld in 4 klassen. En wij gaan eigenlijk voor de kleinste klasse, dat is de DM-klasse. En dat betekent een diepgang van 1,10 meter, een breedte van 3,50 meter, een lengte van, ik meen, 12 meter, wat heel veel is natuurlijk, en een doorvaarthoogte van 2,60 meter. Nou, die diepgang, die 1,10 meter, dat is nu het belangrijkste punt op dit moment, want die doorvaarthoogte van 2,60 meter, die is eigenlijk overal op één brug naar, dat is de Voorstraatbrug in Hardenberg. Wil je de sluizen in kunnen zetten op die manier die je voor ogen hebt, dus het vecht al laten beleven, dan moet je er wel voor zorgen dat je ook water onder de boot kan garanderen. Dus dan is 50 centimeter aan de krappe kant. Daar loop je snel vast, ja. Als ik als verhuurder natuurlijk kijk, met gevolgen economische schade. Je hoeft maar één keer door het zand heen te ploegen en dat heeft direct gevolgen natuurlijk voor schroef, voor koelwater en noem maar op. Dus je moet wel ruim water onder je boot hebben, wil je die kant op kunnen varen. Een zorgenpuntje, zeker, ja. Hoe staat de gemeente Hardenberg in deze kwestie? Ziet de gemeente ook dat provincie en waterschap miljoenen euro steken in een straks nog steeds onbevaarbare rivier, de Vecht? En blijft de stad Hardenberg onbereikbaar over het water? Boten met een diepte van 2 meter gaan hier echt nooit komen. Maar kleine bootjes kunnen straks bij Ommen doorvaren. En we moeten even kijken, hebben we altijd een vecht die een meter diep is? Of hebben we een vecht die afhankelijk van regen en droogte ergens tussen die meter en die 50 centimeter zit? En wat het echt precies gaat worden, ik denk dat het richting een meter ongeveer gaat. Maar daar zijn we nu nog over aan het rekenen met elkaar. Met alle partijen die in ruimte voor de vecht aan tafel zitten. En daar komt straks een uitkomst uit. En dan is het de vraag aan het waterschap, wil dat goed gaan regelen, zodat je veilig en goed hier kan varen. Maar dat er meer mogelijk is dan nu, is absoluut zeker. Hoe moet de rivier de Vecht zich de komende jaren ontwikkelen? Als een toeristische rivier met tientallen jachten en bootjes? Of moet het een natuurlijke rivier worden, zoals het vroeger was, met scherpe bochten en sterk wisselende waterstanden? We vroegen het ruim 100 inwoners van het Vechtdal. Er kwam een duidelijk antwoord op de vraag of de Vecht het karakter van een kanaal moet behouden of juist natuurlijker moet worden. Driekwart van de ondervraagden zegt, laat die Vecht maar kronkelen. 50-50 zijn er meningen over de vraag of ook motorbootjes welkom zijn op de Vecht. Dat beeld zien we ook als we de vraag voorleggen of de overheid juist moet investeren in toerisme of in natuurontwikkeling. 2/3 van de ondervraagden vindt dat de Vecht als grillig stromende rivier meer belevingswaarde heeft dan een goed bevaarbare vecht. Een meer natuurlijke vecht heeft wel duidelijk de voorkeur van veel inwoners van het Vechtdal. Maar een beetje bevaarbaar moet hij wel blijven. Zo luidt eigenlijk de conclusie van deze enquête. De meeste mensen die zitten hier ook aan boord, die willen graag 2 meter diep. Dat ze met grotere jachten zeg maar ook overal. Maar ja, dan kun je niet door de bestaande sluisjes die een aantal jaren geleden pas aangelegd zijn. Je voegt denk ik aan een hele grote regio, voeg je echt iets toe. Hoe vaak kun je dat doen aan een gebied? Maar kijk, je komt vast wel eens in Friesland of de kop van Overijssel. Dan gaan we naar Blokzijl. Denk daar de watersporters weg. Wat gebeurt er dan met zo'n plaatsje? Nou, ik denk dat een Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Gamsbergen en een Zolle trouwens ook een behoorlijke impuls krijgen van die kleine pleziervaart met overnachtingen en dergelijke. We vinden de natuur belangrijk. Dankzij de natuur hebben we veel toeristen. Maar aan de andere kant, ja, de toeristen willen misschien ook graag met een bootje verder. Het zij zo, ja. Je zou misschien net als in Giedoorn gebeurt, met de elektrische motoren of zo moeten werken. Maar alhoewel, roeiboten en kano's en kleinere bootjes, dat wordt straks wel toegestaan. Het gaat met name om die grote jachten. En ik weet niet of we wel al zomaar daarop zitten te wachten. Het is echt een onontdekt gebied ook voor toerisme. En als die sluisjes erin komen, er komt meer scheepvaart, dan kun je vanaf Zwolle hier naar de Haandrek varen en dan verder naar Drenthe of naar Almelo. Het brengt gewoon veel meer reuring, is goed voor de economie. Maar ja goed, met inachtnemen van de natuur.
Zo is 1 plus 1 wordt dan uiteindelijk 3.